ik er nou weer een neusknopje erin. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ja. Dus ja, dan dat er maar weer in. En ja, dat vergt evenveel moeite bij mij. Au ja, kereltje. Au ja, mijn mannetje. Goed toch. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik kom pas wat laat in de lucht, want ik was met mezelf bezig. Want mijn neusring, daar was een steentje uit. En dat vind ik zonde. En dat vind ik eigenlijk erg, ja. Want ik heb hem nog niet zo lang. Maar ik heb er nou weer een neusknopje erin. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ja. Dus ja, dan dat er maar weer in. En ja, dat vergt evenveel moeite bij mij. En het is hier slecht weer. Maar buiten dat allemaal om, wens ik jullie als eerste natuurlijk weer even een welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de beestenboel. Ja, en die wil er eigenlijk uit, maar ik wil er niet uit. Nee, het is echt bagger weer. Ja, niet fijn meer. Maar in ieder geval, we leven vandaag alweer op zaterdag 4 december. En het is alweer 4:30. Ja, ik ben laat, ik weet het. Kan er ook niks aan doen. Nee, het is een keertje vergeten om dat te gaan doen. Omdat je met andere dingen bezig bent, wat prioriteit meer heeft. Dan, ja, dan doe je dat. En dan kom je pas laat in de eter. Zoals we dat noemen. Althans, ik. Ja, dat was nog vroeger, hè, met 27 een zeebakje. Ja, hebben wij vroeger ook nog gehad. Leuk was dat. En dan kom je ook in de eter, ja, oftewel in de lucht. Wel leuk allemaal, ja, die goede oude tijd. Ja, helaas krijgen we die niet meer terug, maar dat hoeft ook niet meer, nee. Maar ik wil wel mijn vrijheid terug, die we in 2019 nog hadden, laat het zo maar zeggen. Ja, en in begin 2020 hadden we het ook nog. En ja... Dat wordt ons allemaal afgenomen. En of je nou gevaccineerd bent of niet, dat maakt niet uit. Nee. Jullie, de gevaccineerden worden net zo goed gestraft. Dus ja, de ongevaccineerde hoeft niet de schuldige vinger te krijgen. Want wij kunnen er niks aan doen. Nee, dan moet je naar die lui in Den Haag. Pak die aan. Ja. Maar oké, lieve vrienden. We gaan proberen toch ervan te genieten. Het is enkel zo. De hele dag grauw, donker, grijs, triest, rot weer. Maar ja, dan moeten we er ook maar mee dealen. En Elwing legt lekker lang uit op de grond. Waar Rijker is, weet ik niet. Oh, die zit daar weer. Hai. En waar is Gandalf? Oh. Oh ja, kereltje. Oh ja, mijn mannetje. Oh, goed toch. Ja, heb je wat te vertellen? Hé, heb je wat te vertellen? Ja. En zo lief, hè? Hé, kereltje, ja. Ja, man. Ja, die wil zometeen even wat eten hebben. Nou, dat kan die krijgen. Dus ja, een rare vreemde dag is het voor mij. Ik zit ook niet echt goed in mijn velletje. Beetje, ja, net alsof er wat te gebeuren staat op die manier. En ik weet niet wat. Ik wil vaker hoor. En er gebeurt er niks, maar ik heb ook wel eens dat er wel wat gebeurt. Gekkies. Gekkies.
Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag en geniet ook lekker even met ons mee. En vind je deze vlog nou niks, nou dan kijk je toch verder, er zitten ook leuke vlogs bij hoor. Ja, kijk gewoon mijn hele kanaal maar langs tot aan het prille begin. En ja, dan kun je zo vooral de nieuwe begin onderaan en klim dan zo naar boven toe, ja. Dus helemaal niet erg. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar later. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds avond. Ik weet niet eens niet hoe laat. Ja, 7:04 is het alweer. Ik denk, ik ga even met de kerstboom op de achtergrond zitten. Maar het wil niet helemaal wat ik wil. Nou ja, zo dan maar even. Dat is weer even wat anders, hè. Ja, ik heb mijn eten klaar. Dat staat hier op de salontafel. Bieten met een lekker gebakken uitje. Ik denk, wat anders dan rauwe ui. En een stukje vlees. En geen aardappels. Nee, want ik moet geen aardappel. Nee, al is het nog zo. Wat is het te grommen? Brombeer. Maar in ieder geval, dat was Rijka. Ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond. En ik ben bezig met voor iemand anders. Had ik een foto van gekregen, die moet ik bewerken. En dat is degene zelf die erop staat. En dan heb ik de achtergrond er al bij weggehaald. En wat ik er verder mee doe, ja, dat mocht ik zelf weten. Want dat wordt dus een verrassing. En ik ben ook bezig weer om een video in elkaar te zetten. Maar daar staat er nog niks in, dan enkel maar daarbovenin. Meer niet. Ik ga nou eerst een hapje eten. En daarna zien we wel weer. En ik ben met kerstfilms bezig te kijken. Dus ja, helemaal top. Dat ben ik helemaal, ja, geweldig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van jullie avond. Ga ook desnoods kerstfilms kijken. Daar fleur je wat van op. Dat is altijd mooi. Altijd gezellig. Altijd fijn. Dus ik zou zeggen, geniet ervan met wat jullie gaan doen. En ook, ja, Sinterklaas vieren, denk ik. Degene die kleinkinderen hebben of kinderen, ja, die gaan allemaal Sinterklaas vieren. Ik heb wel kleinkinderen, maar ja, die ken ik helaas niet. Helaas, ja. Maar ja, ook de kinderen zijn niet meer bij hun papa en mama. Nee, die zitten ook weer in een pleeggezin, maar daar kan ik ook niks aan doen. En ja, ik hoop dat iedereen gewoon een fijne Sinterklaasavond mag hebben, of het nou vandaag is of morgenavond. Geniet ervan. Met de cadeautjes die jullie mogen krijgen en mogen ontvangen. En ja, gewoon een gezellige, liefdevolle avond gewenst. Doei!